De serviceclub COTA International Suriname heeft vanmorgen een Bigisma Day georganiseerd. Deze dag was bedoeld voor seniorenburgers uit verschillende bejaardentehuizen. Seniorenburgers, kinderen en vrouwen zijn de voornaamste doelgroepen van de serviceclub, zegt Menon Sanchez, president van COTA. Het was daarom weer eens tijd om een Bigisma Day te organiseren, benadrukt de president. Volgens commissievoorzitter Monique Buena de Mesquita zijn de senioren met verschillende activiteiten in het zonnetje gezet. We hebben sowieso is een beetje verwend dag. Ze komen hier lekker relaxed. Ze gaan straks dansen. We hebben gezongen vanochtend met de mensen. Ruben Silven heeft moppen getapt en ook liedjes gezongen met ze. En zo meteen gaan we dansen met Casimex. En de bedoeling van de dag is dat ze even alle zorgen thuis laten en hier lekker komen genieten, elkaar ontmoeten, want ze kennen elkaar. De mensen kennen elkaar van misschien andere Bigisma Days. Dus het is een ontmoetingsplek. En ja, gewoon lekker relaxed, niks, nergens aan denken. En hoeveel seniorenburgers zijn er vandaag in het zonnetje gezet? 400. Er zijn hier 400 mensen. Ik zie dat er nu nog weer een tehuis aankomt. En we zitten vol, zoals u ziet. Dus ja. En gaat het alleen om seniorenburgers die in bejaardentehuizen wonen of ook mensen van huis uit? Ja, ook mensen van huis uit die bij een SOOS aangesloten zijn. Vaak heeft een kerk een SOOS. En daar zitten dan een groep mensen bij die leuke dingen met elkaar doen. Dus die zijn ook uitgenodigd. En tehuizen. Maar ook wat mensen gewoon inderdaad van, als bijvoorbeeld leden van ons wat ouderen kennen, dan mochten die ook meekomen. De vraag is erg groot. We hebben nu 400, maar als we 1000 hadden aangegeven, hadden we het ook gevuld. Dus er is echt behoefte aan, ik zal zeggen, entertainment, gezelligheid voor deze mensen. COTA-president Sanchez zegt verder dat de organisatie een goed jaar achter de rug heeft. Het servicejaar loopt van mei tot mei van het jaar daaropvolgend. Voor het einde van dit jaar hebben wij nog wat fijne dingen in het verschiet voor de samenleving, benadrukt de clubpresident. Want de Men Cook Out, 2 november, jaarlijks evenement waar we heel veel, daar genereren we eigenlijk onze fondsen voor al het goede wat we proberen te doen en uitvoeren. Dus het was een heel actief jaar, veel gedaan. Ja, niet alles komt in de pers, niet alles hoeft naar buiten te komen, maar we zijn op ons terrein goed bezig. Bijvoorbeeld met de renovatie van de Kennedy School, die we voor de vakantie hebben gedaan. Schoolpakketten, op Grietje Bie School, hè? Ja, we hebben 100 kinderen pas, dat was het laatste project. 100 schoolkinderen hebben een schoolpakket gehad. Schooltas, schoolbenodigdheden, gymkleren en uniform. Dus van tehuizen waren de kinderen. Dus die gaan weer in het nieuw naar school. En we hebben nog een aantal projecten gedaan. Maar wat ik even toch ook wil vermelden nu in dit gesprek, is dat we dit alles doen met fondsen die we uit de gemeenschap ook van de gemeenschap kregen. En ons bekendste fundraising is de Men Cook Out. En die is straks weer voor de deur op 2 november. Hebben we weer de grote Men Cook Out bij Turarica. Monique Bueno de Mesquita, commissievoorzitter van de Bigisma Day. En daarvoor Manon Sanchez, president van COTA International Suriname. De serviceclub heeft vanmorgen op het terrein van Bridgeview haar jaarlijks terugkerend Bigisma Day georganiseerd.